Hallo allemaal en welkom terug. Fijn dat jullie weer kijken. Ik wil het vandaag hebben over afsluiting met de narcist. Dus als de relatie beëindigd is of als jij het initiatief hebt genomen om zelf de relatie te beëindigen, hoe je daarvan afsluiting kan vinden. Dus echte emotionele afsluiting. En ook wat daarmee gepaard gaat is het feit dat de narcist daarna, dus na de breuk, geen berouw kan tonen, geen spijt heeft van het verlies van de relatie of van het gedrag die ze hebben getoond tijdens de relatie. Dus het is, ik denk dat het wel belangrijk is om te zeggen, sowieso, dat als wij uit een narcistisch relatie zijn gestapt, dat we de afsluiting zoeken vanuit het perspectief van een gezonde relatie. En wat bedoel ik daarmee? Als wij een relatiebreuk hebben ondergaan met een gezond persoon, dan hebben we natuurlijk heel veel verdriet en soms heel veel vragen. Wij voelen heel veel emotionele pijn. Maar op den duur, dat kan een paar maanden zijn of na een paar jaar, dan stap je daar overheen. En dan heb je het gevoel dat je genezen bent. En je kan doorgaan met je leven. Je kan een nieuwe partner ontmoeten. Het voelt allemaal heel natuurlijk. Dus je hebt ook je natuurlijke rouwproces waar je doorheen gaat. En op een gegeven moment heb je het afgesloten. Maar met een narcist is dat natuurlijk heel anders. Al ben je jaren van ze verwijderd, nog kun je de emotionele pijn voelen totdat jij daarvoor hulp krijgt en dat je zelf werkt door alle emoties. Je doet echt je innerlijk werk, wat heel belangrijk is na narcistisch misbruik. Doe je dat niet, dan blijf je altijd met de gevoelens zitten, met de emoties zitten, met oude wonden zitten en je vindt maar geen afsluiting. Maar nogmaals, om even terug te komen, want ik word nu afgeleid door iets anders. Maar om terug te komen op het onderwerp van deze video, is dat wij de afsluiting altijd zoeken met de narcist vanuit een gezond perspectief. Dus wij voelen pijn, wij voelen verdriet en onze emoties daarin projecteren wij weer op de narcist. Dus wij verwachten van de narcist dat zij ook de emoties voelen, de emoties die wij meemaken. Dus het pijn en het verdriet, boosheid. Boosheid kunnen ze wel voelen. Dat is niet zo moeilijk voor de narcist. Maar de andere gezonde emoties die heel natuurlijk zijn na een relatiebreuk, voelen ze niet. Simpelweg omdat ze zelf geen empathie kunnen voelen of tonen. Ze hebben geen geweten. Ze doen maar een dotje. Het zal ze echt worst wezen hoe jij erbij zit en wat jij allemaal voelt. Dus het is eigenlijk de hele intentie van een narcist om jou te pijnigen, om jou naar beneden te halen, om te zien hoe jij pijn ervaart. Dat is iets waar zij een sadistische kick van krijgen. Als jij echt als jij echt heel diep zit en als jij maar geen afsluiting kan vinden, dit is iets waar zij ontzettend op kicken. Dat maakt onderdeel uit van wie ze in essentie zijn. En het zijn namelijk eigenlijk kinderen die nooit emotioneel ontwikkeld zijn. Ze zijn blijven hangen op een bepaalde leeftijd, op een jonge leeftijd. En ze hebben zich emotioneel nooit ontwikkeld. En dus hebben ze ook niet het vermogen om empathie te kunnen voelen. Dus om hetzelfde te kunnen voelen als wat jij en ik voelen. Dus dat is ook een van de redenen waarom je nooit afsluiting zal vinden met een narcist. Waarom ze nooit berouw zullen tonen voor wat ze jou hebben aangedaan. Het enige waar ze spijt van hebben is het feit dat ze geen narcistische voeding meer krijgen van jou. Je kan het eigenlijk zien als de narcist, kun je eigenlijk zien als een auto. Op het moment dat jij weigert om daar nog benzine in te doen, dan
staan ze stil. Ze kunnen geen kant op. En dus zijn ze genoodzaakt om hun benzine ergens anders vandaan te halen. Om zich weer levendig te kunnen voelen. En om zich normaal, wat normaal is in hun ogen, in hun hoofd. Daar willen ze naartoe. Zo willen ze zich weer voelen. En op het moment dat jij de benzine afsluit, worden ze daar ontzettend boos om. En daar, van dat onderdeel, hebben ze spijt. Dat ze geen voeding meer van jou kunnen onttrekken. De narcist speelt ook heel vaak en heel graag het slachtoffer. En ze spelen de slachtoffer omdat ze dan hun manipulatief gedrag kunnen rechtvaardigen door de slachtoffer uit te hangen. Dus, ach god, wat ben ik zielig, wat heb ik toch een vreselijke jeugd meegemaakt. Doordat jij me niet genoeg liefde gaf, was ik genoodzaakt om vreemd te gaan. Als jij me niet tegengesproken had, dan had ik mij koest gehouden. Kortom, de excuses zijn eindeloos. Dus ze hangen heel graag de slachtoffer uit. En in hun hoofd is dit het rechtvaardigen van hun gedrag. Maar jij en ik, als gezonde personen, weten natuurlijk dat dit niet de normale gang van zaken is. Dus nogmaals, ze zijn erop uit om jou te pijnigen. Het is het is de missie van een narcist om menselijk gedrag te gaan bestuderen. En hier zijn ze ontzettend goed in. Ze zijn heel goed in het lezen van de emoties van de ander. En doordat ze dat goed bestudeerd hebben, weten ze ook precies hoe ze moeten verschijnen in een relatie of een vriendschap. Ze weten wat ze moeten zeggen. Ze weten wat ze moeten doen om jou te plezieren. Om jou in de relatie te krijgen en te houden. En dit heeft alleen te maken met het feit dat het ontzettend goede leerlingen zijn wat betreft het bestuderen van menselijk gedrag. En dit is iets wat ze alleen maar doen in het begin van de relatie. Ze spiegelen eigenlijk jouw goede eigenschappen en kwaliteiten. Omdat ze weten dat jij dat herkent ook in jezelf. En omdat je dat herkent, denk je echt dat je met een soulmate te maken hebt. Of een liefdespartner voor het leven, bijvoorbeeld. Maar dit kost de narcist heel veel moeite om zo'n masker op te houden. Een masker van goedheid. Dus omdat dat zoveel moeite kost, is het eigenlijk onvermijdelijk dat ze de masker laten vallen op een gegeven moment. En dan zie je dus hun ware aard. Ze zijn niet in staat om hun masker jaar in jaar uit op te houden. Want je zult merken vrij kort na het beginnen van een relatie met een narcist dat er basjes komen in hun masker. De basjes beginnen zich te vertonen. En dit heeft puur te maken met het feit dat het allemaal acteerwerk is. En niemand kan acterend door het leven gaan. Het is puur een momentopname. Afsluiting met een narcist is onmogelijk. De afsluiting moet je echt alleen doen. Moet je ook voor jezelf doen en voor je eventuele kinderen. Want je zal het nooit krijgen. Je zal nooit een excuses, een sorry krijgen van een narcist. En je zal ook nooit merken dat zij spijt hebben van wat ze jou hebben aangedaan. Dit zit gewoon niet in hun aard. Nogmaals, het zijn gewetenloze mensen. Ze kunnen de ene dag kunnen ze jou volledig uitkafferen en met de grond gelijk maken. En de volgende dag lopen ze over straat alsof er totaal niets aan de hand is. En dit is iets waar jij eigenlijk gewoon afstand van moet nemen. En ik begrijp hoe moeilijk dat is. Want wij willen blijven geloven in het goede van de mens. Maar met een persoonlijkheidsstoornis, als je daarmee te maken hebt, dan is het onmogelijk om iets normaals of iets natuurlijks
van een narcist verwachten. Dit bestaat gewoon niet. Dus de afsluiting, doe het voor jezelf. Verwacht geen afsluiting van een narcist. Verwacht niet dat je een normaal gesprek met een narcist kan voeren over hoe goed iets af te sluiten, zodat jullie allebei verder kunnen. Dit is onmogelijk, want de narcist is alleen maar geïnteresseerd in wat ze van jou los kunnen krijgen op emotioneel vlak, op financieel vlak en op heel veel andere vlakken natuurlijk. Dat is het enige wat hen interesseert. En de rest, hoe jij erbij staat, wat jij voelt, wat je meemaakt, dat je financieel volledig aan de grond bent, dat je je spullen bent kwijtgeraakt, kleding, huis, auto, het interesseert ze allemaal niets. Dus dit is de reden waarom een narcist totaal geen berouw toont. En ja, het komt er in feite gewoon meer dat ze leeg zijn. Er zit voor de rest weinig in, behalve heel veel woede en heel veel jaloezie, heel veel afgunst. Ze gunnen jou het licht in de ogen niet. Dus het is beter om je focus te verplaatsen van de narcist terug op jezelf en om te beginnen aan jouw eigen genezingsproces. Dus ik hoop dat voor wat duidelijkheid heeft gezorgd. Jullie mogen altijd mailen en je comments hieronder plaatsen. Mocht je een afspraak willen, dan raad ik je aan om mij te bellen, omdat ik de hoeveelheid mails gewoon niet meer bijhoud. Ik wil ook zeggen dat ik steeds minder Nederlandse cliënten ontvang. En ontvang ik ze wel, dan gebeurt dat voornamelijk via Skype. Omdat ik op dit moment heel veel met buitenlandse cliënten werk. En het is ook de bedoeling in de komende tijd om heel veel in het buitenland te zijn. Dus het is niet meer reëel om jullie aan het lijntje te houden daarin. Ik zal natuurlijk zo nu en dan video's plaatsen. Maar mijn Nederlandse praktijk of de Nederlandse kant van mijn praktijk is echt tot het minimum teruggebracht op dit moment. Dus, maar goed, bellen mag altijd en mailen natuurlijk ook. Dank jullie wel voor het kijken en graag tot een volgende keer. Groetjes!